Vrienden van de radio, het is eindelijk zover. De officiële start van het allereerste Belgische kampioenschap Go-Kart Race. Op de dijk, hier in de buurt, is een parcours gebouwd en de teams staan klaar. Waaronder ook Miss België, Justine de Jonkere, Elin de Munk, Jelle van Daal en Anthony Kumpen. Maar ook heel veel luisteraars. Ze trappen voor de eer, maar ook wel voor een scooter. Want het winnende team krijgt allemaal een Kymco Cento 100 scooter. Voor het officiële startschot gaan we nu live over naar onze verslaggever Stefan van Loek. Stefan. Ja, Karel, goeie namiddag hier van op de dijk van de Oostende tussen het casino en het Thermapalas Hotel. We gaan eens even luisteren bij de kandidaten. Justine, hoe voel jij je kort voor de start? Wel, ik voel me toch wel een beetje zenuwachtig. Ik hoop dat die drie mannen hier goed zullen rijden en sturen. Ik heb er alle vertrouwen in, dus ja, we zullen zien waar we eindigen. Het zal nodig zijn. Heb je goed getraind? Want het is niet niks. Hè. Ik heb het parcours even afgelegd. Het wordt zwoegen, vrees ik. Nee, ik heb niets getraind en ik ben ook al niet echt een sportief type. Maar we zullen er het beste proberen van te maken. Dus, Oké, Justine maakt deel uit van de ploeg. Die luistert naar de naam De Teugel. Ik hou intussen de klok in de gaten. We hebben nog 40 seconden. Oké. Bij de aanvoerders van De Teugel. Ja, we gaan ervoor gaan. Hè. Ja. En het is een moeilijk parcours. We zullen ons best doen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Top en go. En de eerste is vertrokken. De eerste is vertrokken voor de tocht van 3 kilometer. Het gaat lekker snel, heb ik het gevoel. Ja, dat is maar hoe je het bekijkt, want de eerste is nog niet binnen en de klok staat al op 7 minuten en 40 seconden. Dus ik had toch een iets snellere tijd verwacht. Het is hier dus ook wat beginnen regenen. Dat is niet zo leuk voor de mensen, maar misschien des te leuker voor de deelnemers die nu en dan eens lekker door de bocht kunnen scheuren. Zoals het vierde team dat hier dus vertrokken is, de Buchen Boys. Er zijn dus 4 teams onderweg en het is nog altijd wachten op de aankomst van onze eerste ploeg, De Teugel, onder aanvoering van Miss België. Hey, ondertussen is ook het eerste ploeg, of het eerste team, onder leiding van Miss België, Justine de Jonkere, terug hier in de studio bij mij. Justine, goedemiddag. Hallo. Je hebt extra blos op de wangen gekregen. Ja, een natuurlijke blos. En je moet je niet meer sminken, je moet gewoon elke dag 10 minuten gaan roken. Hoe is het jou bevallen? Wel, het was heel leuk, het was een heel leuk team. Het was lastig, want er stond toch wel een windje. Ja. En in de bochten was ik niet altijd zo op mijn gemak. Wat vertel, had je angst om eruit te vallen dan? Ik ben er levend uitgeraakt, dus voilà. Ja, we zijn een half uurtje bezig. De man ter plaatse voor Q is Stefan van Loek. Met een stand van zaken. De SKD4 heeft de beste tijd tot dusver 8.49. Dat is heel knap. Zo net is de ploeg met Elin de Munk vertrokken. En zij rijdt voor Pol en de swingende Zwitsers. Maar het is een keiharde discipline. Dat kan ik jullie meegeven. We hebben dan net even in de spoor gereden van Breiningen. Wel, die mensen kwamen hier afgepeigerd toe. Ik denk dat de deelnemers die nog aan de start staan, dat hen toch enige angst inboezemt. De foute ploeg die is ook net weg met aan het stuur. Ja, ik dacht, ik zie hier een van onze rode duivels, Nasser Chadli. Maar het is gewoon een lookalike. Een lookalike van Nasser Chadli. En hij staat zowaar bij mij. Mo heet hij in het echte leven, maar het is een lookalike. Degenen die het nationale voetbal wat volgen, die zullen het zeker eens zijn met mij. Maar er is straffer. Mo heeft met zijn foute ploeg de beste tijd tot dusver. 8 minuten en 10 seconden. Gefeliciteerd. Eline! Wat heb je mij aangedaan? Wel, we wisten dat, hè. Gewoon, zeg, je staat serieus in het zwijgen. Vertel eens, hoe was dat zo 3 kilometer alles geven? Het was heel erg warm. En ik zat gelukkig van achter, want ik kan niet zo heel goed sturen. Ja, toch niet met een go-kart. En mijn team die konden ontzettend goed sturen. Nergens geremd, gewoon vol een bak doorgaan. Maar heel hard trappen, waardoor we heel de tijd in het overdrive waren. En dan vlogen die voeten van die pedalen en knieën tegen de sturen en zo. Dus het was heftig en vooral gaan. Je hebt het ook wel met die hoge hakken gedaan, hè, meisje? Ja. Dat is toch die hakken van 15 centimeter, dat is geen goed idee. Jelle is net vertrokken bij de kotvrienden. Ik denk niet dat ze met hen op kot zit, maar gewoon even fungeert als extra trappenspieren. En ze zijn daardoor de mooie zuilengalerij aan de trap. Ik zie ze in de verte en het wordt ook voor hen zwoegen. Want de beste tijd is nog altijd 7.42 op naam van de jongens die het daar straks zo fantastisch goed deden met hun retro-wielertruitjes. Gevolgd door de ploeg van de foute ploeg, zeg maar. Zij volgen op ongeveer
20 seconden. Ik zag hier net een ploegje binnenkomen met allemaal hijgende mannen en ook Jelle van Daal. Ja. Jelle! You survived it. Amai, ja. Maar vertel het was eens. Tof. Ja? Het was heel leuk. Allee, die mannen die waren echt wel sterk en al, dus die hebben dat heel goed gedaan. En ik probeerde te volgen eigenlijk met mijn beentjes. Lukte wel, maar soms ook niet. Het komt ook door die hakken, hè. Ik val, ja, die hak. Die hakken hebben mij niet gestoord, eigenlijk. Maar het was, die trappen zo hard dat ik niet mee kon, zo. Dus die hebben echt wel hard getrapt. Verdorie. Is dat zo, mannen? Ja, ja, ja. Ik zag het ook. We staan bij Anthony Kumpen, die met zijn ploeg Beast Cars en geflankeerd door 3 mooie meiden. Anthony, dat is helemaal jouw biotoop. Ja, dat kan eigenlijk niet fout lopen. Het kan zijn dat we wel een pitstop moeten maken onderweg. Ik zou die toch niet te lang trekken, want de beste tijd nog altijd 7 minuten en 42 seconden. Boezemt je dat enige angst in of ga je dat probleemloos goed maken? Nee, we hebben een heel goede strategie, dus ik denk dat komt helemaal goed. Ja. Hoe luidt die strategie? Ja, dat ga ik niet vertellen. Er komt toch niemand meer naast ons. Ja, zeg maar, hè. Ja, dus we hebben al een kortere weg gevonden. Dus de dames hebben blijkbaar het parcours geïnspecteerd en ze weten waar we zo'n beetje kunnen winnen. Er is getrapt, er is gezwoegd en voor de laatste stand van zaken gaan we nog eens live over naar Stefan van Loek. Ja, en het laatste team, dat van Anthony Kumpen, is net binnen met een wel zeg toch maar redelijke tijd. 9:26. We gaan hem er even bij nemen en hij komt hier aan met waarschijnlijk verzuurde benen. Of valt dat nog mee, Anthony? Ja, ze zijn toch redelijk verzuurd, hoor. Ja. Hoe moeilijk was het eigenlijk? Want er waren een paar venijnige bochten in waar je dan weer moest optrekken, bergje op en dan je laten gaan. De bochten vielen mee, maar goh, die lange rechte lijnen die duren oneindig lang. En die tweede ronde is er echt wel te veel aan, denk ik. Ja, 1 ronde was genoeg geweest. Ja. Oké, hartelijk dank Anthony Kumpen van het team. Even kijken, Beast Cars. En we staan intussen bij de winnaars, want de winnaars zijn de mensen die we daar straks gezien hebben van Musculus, de beste tijd, 7:42. Sander Mot, jij bent één van hen. Vertel eens, hoe blij ben je met deze titel van Belgische kampioen go-kart racen? Ja, gigantisch blij. Belgisch kampioen, ja, dat is een mooie titel, hè. En dat met retro wielertruitjes. Je ziet waar de kracht zat. Het zijn originele truitjes, de kracht zat er nog in. Kracht van vroeger, retro, en ze hebben dat uitstekend gedaan. 7:42 voor Musculus, de jongens uit het buitenland. Gevolgd op 7 seconden slechts door de pedaleurs. 7 seconden verschil, 7:49. En derde is Jump Roy. Die hadden een tijd van 8 minuten en 9. Dus de Belgische kampioen, het viertal uit Halle en omgeving. Musculus, en nog een moeilijk woord, wat erachter komt. Heeft ze een daverend applaus! Yes, yes, yes! Ah, ze staan er mooi in beeld. En onze vrienden Tom van Zeebroek, Sander Mot, Pieter Leijs en Kevin Bokstaal krijgen allemaal een fonkelnieuwe scooter. De Kymco Cento 100. Proficiat heren!